We're from Indonesia. From China. I'm from Ukraine. America. Mexico. I'm from Italy. De Rijksuniversiteit hield vandaag een welkomstceremonie voor al haar nieuwe internationale studenten. 'S Middags was er een informatiemarkt voor het academiegebouw. De studenten konden hier kennis maken met allerlei aspecten van het Groningse studentenleven, zoals de verenigingen en de gezondheidszorg. Ook kregen ze informatie over wonen in Groningen. Om in Groningen te gaan studeren was voor veel studenten een weloverwogen keuze. Je ziet dat we steeds hoger komen in de internationale rankings. Dus ook de internationale reputatie van Groningen wordt steeds bekender wereldwijd. En andere redenen zijn bijvoorbeeld collegegelden zijn hier lager dan in Engeland. In Engeland zijn ze recentelijk verhoogd naar 9000 pond. Voor dat geld kan je in Groningen studeren, inclusief tuition fee, housing, insurance en die dingen. Why did you come to Groningen? I'm a research master student in philosophy faculty and Groningen philosophy research is famous in the world, so I chose here to embark on my academic career. Because of this student city, it's excellent, full of party students here. The university is great actually, it's the top 100 and it's a great chance. Ieder jaar komen er weer meer internationale studenten naar Groningen. De Rijksuniversiteit speelt hierop in door dit jaar te starten met 10 nieuwe Engelstalige bachelors bij de faculteiten voor wiskunde en natuurwetenschappen. Wat is nu precies de eerste indruk die Groningen maakt op studenten? I think it's a really beautiful city because it's close from everywhere, you know? Like you can go everywhere by bike, so I think it's really beautiful. Everyone is very friendly and the weather is very nice and I hope this continues. It's a wonderful place, beautiful city, nice to visit, spend some time here. Aanstaande vrijdag begint een introductieweek om internationale studenten nog verder wegwijs te maken in Groningen.